Hey, Jan. Dag Jan. Hoi. Ik ben die landverrader die jij graag een kogel door zijn kop zou willen schieten. Nou, hier ben ik. Ja. Wat is dat voor flauwekul? Oh, dat is... Huh? Hoezo, dat ben je toch ook, of niet? Ja, ben ik een landverrader omdat ik iets aardigs heb gezegd over vluchtelingen? Nee, dat is niet zo, maar het is wel zo dat je dus een beetje links, te veel voor mij links bent. Oh, en dan ben ik meteen een landverrader die een kogel verdient. Ja. Nou ja, goed, dat noemen ze allemaal zo. Oh ja? Ja. Dat is gewoon een beetje de stijl van de PVV. Zeker, ja. Ja. Dat gebeurt er als jullie aan de macht komen. Nou, die komt heus niet aan de macht. Nou, zo heet jullie account toch? De macht aan de PVV? Ja, ja. En dan vind je het heel normaal om gewoon op internet te zetten dat iemand een kogel verdient? Hé? Nee, oké hoor. Hé? Wat oké? Nee, sorry, maar... Wat sorry? Ik ga naar binnen, joh. Want ik... Oh, nou, heb je ineens... Sta je met je mond vol tanden? Ja, dat komt bijna ook op mijn dak. Maar ik moet luisteren. Je bent wel zo flink om op internet zoiets te zetten. Helemaal niet, joh. Waar slaat het op, man? Nee, dat je gewoon op internet zegt dat iemand een kogel verdient... omdat hij wat aardig zegt over vluchtelingen. En dat je dan een landverrader bent. Ja, dat zeggen ze toch allemaal? Dat zeggen ze helemaal niet allemaal. Hoe kom je erbij, joh? Dat zeggen misschien je vriendjes bij de PVV. Kijk, bij mij gaat het zo van... Ik vond het vreselijk, want de oudere mensen in de bejaardenhuizen... die moeten een week lang met hun boebroek rondlopen, daar is er geld voor. En dan komen er mensen binnen die best vluchteling kunnen zijn. Ja, oké. Okay. Maar dan wordt er meteen een zak met geld opengetrokken. Ja, dat sla ik misschien een beetje door. Dan ben ik een vieze hufter, een landverrader die een kogel verdient. Maar zo bedoel ik het eigenlijk niet zo. Hoe bedoel je het dan wel? Nou ja, goed. Dat kan ik niet zeggen. Ik ken een antwoord opgegeven. Nee. Ja. Wel een heel beperkt formuleringsvermogen dan, als je meteen met dat soort zinnen misschien komt. Misschien wel. Ja, maar ik had het mij onverwacht dat dit mij overkomt. Ja, goed. Kan ik eraan doen. Nou, dat is mijn straf dan. Ja. Ja, nou, klaar. Okay. Mijn straf. Ik accepteer dat. Je gulp zet ook. Ja, weet ik maar. Ik weet het. Oké. Sorry. Excuses. Nou, dit soort types zijn het dus. Veilig op een zolderkamertje achter een computertje. Dan durven ze alles. Maar face-to-face zijn ze een stuk minder flink. En daar bleef het niet bij. Want tot mijn verrassing kreeg ik van deze man, die mij dus eerst nog een kogel toewenste, niet veel later ineens dit mierzoete kaartje toegestuurd. En hij schrijft daarin dat hij berouw heeft. Ik dacht... Och, dat onbeduidende Facebook waar mensen schelden en bedreigen. Nooit nagedacht over mijn stomme daad. Ik besef nu dat ik een grote fout heb gemaakt. Waarvan maar even akte. Laten we hopen dat goed voorbeeld doet volgen... en kogelbrieven voortaan plaatsmaken voor zo'n schattig kaartje.